goede werkplaats is goed voorzien. Die van mij is leeggedronken. Niet door mezelf gelukkig. Volle asbak. Volle golbak. Gebruikte kwast. En een hele hoop gebruikte materialen, waaronder krantenpapier. Waarvan overig houtlijm, hobbylijm, behanglijm. En een spiegeltje. En wat externe spullen. Hier onderin ook. Daar zo. Voor deze. Een grote jonkel. Met 3 spiegels boven. En 2 spiegels onder. Dit maakt de Toren van Babel. Of de Toren van Kozen. Kozen. Ik mag het verkeerd zeggen. En dan dit. Even draaien. Ja. Oh. Bijna. Ja. Zo. Zo ongeveer. Ben ik er wel. Dit is hem dan. Deze werkplaats is helaas niet voor Sultan Kozen uitgesneden. Maar roeien met de riemen die je hebt. Nou, hij is bijna scherp. Ik had hem. Is goed genoeg. We gaan het ermee doen. Even kijken. Waar is die telefoon? Oeh. Daar zo. Ja, nou. Kijk, het voordeel is, jullie zien mij, maar ik zie jullie ook. Op dit moment. Dit zal hem zijn. Dat is hem geworden. Het is een beetje ruw. Rough on the edges. Komt door het plamuur. Dat mengt niet zo met water. Had ik me kunnen bedenken. Maar het zit wel stevig vast. Kan een hoop hebben. Kan tegen een stootje. En hij is vanaf deze hoogte. Deze dus. 37. Sorry. 73 centimeter hoog. Bovenop mijn 1,78. Heel genereus. Maakt dat de 2,51 vereist voor de opdracht. En kan ik me inleven hoe onhandig het is om zo'n lengte te hebben. Dit is mijn werkplaats. Dit was mijn project. En dit was Willem van den Burg. Dankjewel.